zijn bezig met een nieuwe collectie. En nou ja, van deze collectie kennen wij allemaal wel die ingewikkelde patroonbladen. Maar wat gaat er nou vooraf aan die patroonbladen? Want ja, dit kennen we wel. Voordat al die tekeningen in deze patronenbladen gemaakt worden, is er eerst een basis. Elk kledingstuk heeft een eigen basis. Een pantalon, een korte broek, een jurk, een top, een jas. Het maakt niet uit. In dit geval neem ik de jurk als voorbeeld. Dit patroon van een jurk is in verschillende blokken opgedeeld. Dat zie je ook door de lijnen. Hier zie je bijvoorbeeld ook een hele grote figuurnaad. En wat deze figuurnaden doen en wat de vorm gaat doen, ga ik jullie nu laten zien. Dit hoef je thuis natuurlijk niet te doen. Maar ik laat het alleen maar zien, zodat jullie je kunnen visualiseren hoe een 2D patroon, iets wat heel erg plat is, opeens vorm kan krijgen door bepaalde naden rond te maken of bepaalde figuurnaden in het patroon toe te passen. Nou, je ziet dus dat deze naden rond zijn. En door die ronde naden op elkaar te plakken, creëer je vorm in je kledingstuk. Dit doe je dus ook als je gewoon de naden stikt. Nou, we hebben dus van dit platte patroon hebben we dit uitgefilterd. En je ziet dus enorm veel koep en al deze figuurnaden die we dicht hebben gelegd. En die bolle en holle naden zorgen ervoor dat we onze platte tekening in een 3D model kunnen brengen.